Klaus en dit is Dirk en welkom bij Beer Quality TV. Vandaag gaan we laten zien hoe je een biefstuk bakt. Want mensen vinden het nogal spannend, toch Dirk? Ja, klopt. Mensen vinden het lastig om een biefstukje te bakken. Er zijn een paar dingen waar je goed op moet letten. Dat is natuurlijk de biefstuk zelf. Hè. Je moet gewoon beginnen met een stuk kwaliteitsvlees. Je kunt een stukje kwaliteitsvlees wel verkloten, maar van slecht stuk vlees kun je geen goede biefstuk bakken. Dus het is de temperatuur in de pan, je soort biefstuk, bereidingstijd en zo die dingetjes. Oh ja, ik heb vandaag een biefstuk meegenomen van het Angus. Het Angus, dat is een ras. Dat is wat vetter van zichzelf. En vet is smaak. De eigenschap van Angus is de mooie eigenschap dat zij het vet opslaan in de spieren. Maar dit zijn geen pezen. Het is extra mals daardoor en heel smaakvol. Ja. Ik heb een lintje voor je klaar liggen. Nou, het is een mooi kokend biefstukje inderdaad. Wat je aan dit biefstukje kunt zien is dat hij relatief dik is natuurlijk. Als je een biefstukje in een pan zou gooien die goed heet is, en het is een dun stukje vlees, dan zit die warmte er vrij vlot in. Maar omdat deze dus dik, bijna 3 centimeter dik is bijvoorbeeld, heeft het vlees gewoon tijd nodig om warm te worden. Je wilt niet een biefstukje wat aan de buitenkant zwart of verkoold is, terwijl het aan de binnenkant helemaal rood en misschien zelfs nog wat koud is. Dus het is wel erg van belang dat het biefstukje de tijd krijgt om warm te worden. Dus dichtschroeien, ja, dat doen we. Maar daarna gebruiken we een klein beetje om te zorgen dat het vlees gewoon warmte op kan nemen. En dan belangrijk voor het bakken van een biefstukje is voldoende vetstof in je pan. Dat doe ik op 2 manieren. Ik gebruik daarvoor boter en ik gebruik daarvoor zonnebloemolie. Zonnebloemolie omdat dat gewoon wat meer temperatuur kan hebben voordat het verbrandt. En boter omdat daar smaakstof in zit en boter is gewoon lekker. Belangrijk is dan wel dat die boter eerst uitbruist, want daar zit ook best wel wat vocht in, gewoon water. En dat water dat zorgt ervoor dat zo'n biefstukje zou gaan koken. En wat we nu dus gaan doen is het biefstukje bestrooien met peper en zout. Aan beide zijden natuurlijk. En dan mag nu de boter in de pan. Een royale klont boter, ben daar niet te bang mee. En een goede scheut olie. En dan is het nu natuurlijk zaak dat we dat heel even uit laten bruisen. Hè. Sorry dat dat vocht uit die boter trekt. Je ziet nu dat de boter langzaam wat begint te verkleuren en de belletjes zijn weg. Dat wil zeggen dat het vocht uit de boter is getrokken. En dan kunnen we het biefstukje gaan bakken. Probeer als je kunt om het biefstukje op kamertemperatuur te laten komen. Hè. Dan heb je al minder tijd nodig om die warmte in dat biefstukje te krijgen. In de pan. Beetje omlaag. Nu is het een kwestie van wachten. Ik draai een biefstukje liefst 1 keertje om. Laat die warmte nu doortrekken. En als je zo meteen ziet aan de zijkant van die biefstuk, zie je eigenlijk die warmte optrekken. En op het moment dat die halverwege komt en daar wat rosé begint te kijken, draai het biefstukje eventjes om. Hoe weet je nu of die biefstuk gaar is, of medium wel is, of je hoort het vaak onder de koks die zeggen een rood biefstukje, dat kun je controleren door op het vlees te drukken. Op het moment dat je je wijsvinger en je duim tegen elkaar aanhoudt, zonder daarmee kracht te zetten en je voelt hier, dan voel je hier eigenlijk geen weerstand. Zelf de weerstand voelt op dat biefstukje, dan is hij rood. Pak nu je middelvinger aan je duim en je voelt hier weer, dan is dat al wat stugger. Dit is een medium gebakken biefstukje. Dezelfde weerstand voelt hier als op je biefstuk, is een medium gebakken. Pak je ringvinger, dan wordt dat een stuk steviger en deze is al medium plus, zeg maar. Doe je duim en je pink tegen elkaar en je voelt hier, dan is dat echt hard. En dan is het biefstukje gewoon doorbakken. Nou, op het moment dat het biefstukje dus, zoals je hier eigenlijk wel kunt zien, al begint te garen, wordt het tijd om mee om te draaien. Kijk, en ondanks het feit dat dat ding dus op een klein pitje staat, krijg je toch wel die kleur erop. En nu is het zaak om wederom te wachten tot ook de andere kant dat kleur heeft gekregen, maar ook het biefstukje de kans krijgt om die warmte op te nemen. Wat je nog kunt doen, wat ik wel eens doe, als je gasfornuis toelaat,
probeer ik mijn tanden wat te kantelen en dan leg ik mijn biefstukje zoveel mogelijk in de boot om er weer een hoekje. En nu een minuutje of 7-8 onderweg ongeveer. En biefstukjes open kijken, dan zie je ook inderdaad die garing langs de zijkant. Dan kun je al deels uit opmaken, zeg maar, hoe gaar het biefstukje is. Je ziet dat het nog steeds behoorlijk veerkrachtig is. Hè? Ik denk dat die mooi is om uit de pan te halen en dat we de mooie medium gebakken biefstuk kunnen overhouden. Wat gebeurt er op het moment dat stukje vlees de pan raakt, die hete pan raakt? Het is een spier. En ondanks het feit dat het een dood stukje vlees is, zeg maar, schrikt het en verkrampt het. Dus die spier die trekt enigszins ineen. Door het nu op een bordje te leggen en te laten rusten, zoals ze het noemen, ontspant die spier zich eigenlijk weer. En die vleessappen die daarin opgesloten zitten, krijgen weer tijd en de ruimte om zich te verdelen in dat stukje vlees. Belangrijk is wel dat je het afdekt, maar niet helemaal opsluit. Als je het biefstuk nu echt in aluminiumfolie gaat wikkelen, dan kan die warmte die daarin zit, vooral aan de buitenkant natuurlijk, die kan niet weg. En dan loop je wel het risico dat die warmte echt naar binnen slaat. En dat je biefstukje dus te gaar wordt. Dus afdekken is voldoende. Theoretisch zou het net zo lang mogen rusten als het in de pan heeft gelegen. Dus een minuutje of 7-8. Dan kijk ik even 5 minuutjes aan en dan gaan we hem snijden. Het biefstukje heeft nu 5 minuutjes kunnen rusten. En wordt tijd om te kijken wat het geworden is. Dus een mooi rosé gebakken biefstukje. En ik denk dat je zo een biefstukje gewoon lekker kunt eten.